aflevering 52. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip Podcast Show. Ik ben Nicoline Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey, hallo. Fijn dat je weer luistert. Ik ben echt in een podcast-mode op het moment. Ik vind het echt heel fijn om podcasts op te nemen. En ik zal ze niet allemaal in één keer uploaden, maar dat ga ik een beetje verspreid doen. Dus ik weet niet wanneer deze online komt te staan, maar het is nu donderdagavond. En ik heb een beetje een gekke dag. Ik heb Bart vanochtend heb ik trouwens ook een podcast opgenomen, geloof ik. Ja. God. Nou, zo'n dag heb ik dus dat ik niet eens meer weet wat ik eigenlijk gedaan heb. Want ik heb niet heel veel gedaan. Ik was vanochtend al om 4:15 op. Bart, die wilde ik graag naar het station brengen. En dat was natuurlijk ook wel fijn dat ik dat deed. Die had om 6:00 de trein naar Schiphol. En ik ben daarna gewoon wakker gebleven. En we hadden samen ontbeten, want dat doen we eigenlijk altijd. En ik moet zeggen, de laatste tijd moet hij best wel vaak heel vroeg werken. En dan, omdat ik ook best wel moe ben, blijf ik toch liggen. Dus we ontbijten niet altijd samen, maar over het algemeen dus wel. En zeker vanochtend natuurlijk, nu die 5 dagen weg is. Dus we hadden al echt ontzettend vroeg gegeten. En ik ben niet meer naar bed gegaan. Ik heb gewoon ben gaan douchen toen ik terugkwam. En een beetje, ik heb dus een podcast opgenomen. Een beetje gerommeld in huis. En ik zou een cliënt hebben 's ochtends, maar die had afgezegd. Dus ik ben 's ochtends gelijk om 9:00 naar mijn werkplek gegaan. En ik had toen al honger. Dus mijn hele ritme was echt omgegooid. En dat heeft me eigenlijk de hele dag een beetje van het padje afgehouden eigenlijk. En nu ik dit zo zeg, weet ik dat dat helemaal niet waar is. Want ik had gewoon voor een tweede keer kunnen gaan ontbijten. En gewoon even wat eten. En dan was het gewoon oké geweest. Maar dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Dus ik zat mezelf daarin ook te belazeren. En dat is eigenlijk ook gelijk het punt wat ik in deze podcast wil bespreken. Ons sabotagemechanisme. Want de hele week komt het al naar voren. Bij de mensen die ik spreek, bij mijn cliënten die ik deze week gezien heb, bij mezelf, ongelooflijk. En het is iets wat ik best wel veel hoor en waarin we denk ik onszelf ook echt heel klein houden. En onze saboteur. Als je wil gaan veranderen, als je verandering in wil zetten, als je in beweging wil komen, dan wordt er iets in je lichaam geactiveerd, of in je mind, hoe je het ook wil zeggen, maar in jouw systeem, wordt er iets geactiveerd wat eigenlijk liever niet wil veranderen. Want verandering brengt ook een bepaalde soort angst met zich mee. Want waar je nu in zit, is heel veilig. Dat ken je, dat weet je. Je weet precies hoe je op dingen reageert. Je weet precies wat je kan verwachten. Je weet hoe je leven is. Wat aan de ene kant vaak ook irritant is, want je wil graag veranderen. Maar als je gaat veranderen, brengt dat ook weer heel veel spanning en tegenstrijdigheden met zich mee. En dat heeft vaak te maken met controle. Ik wou zeggen dingen loslaten. Maar juist dat stuk, die controle op dingen vasthouden en dingen loslaten, is voor heel veel heel erg moeilijk. En wat ik dat zie gebeuren bij mezelf, ik moet er nu ook om lachen. Omdat ik begon met dat ik slecht had gegeten of vroeg had opgestaan. Daardoor mijn hele eetritme anders is. En dat dus de oorzaak was dat ik vandaag niet zoveel gedaan heb. Maar dat is natuurlijk bullshit, want ik had gewoon moeten eten. Maar daarin is al een saboteur aan de gang. En dan mag ik dus van mezelf relaxen. Maar het begon eigenlijk al dat ik gisteren had gezegd, oh ja, ik moet morgen vroeg op. Dan werk ik gewoon lekker de ochtend en dan neem ik de middag vrij. Maar daar had ik dus al die intentie voor mezelf gezet. Dat ik vrij was. Dat ik dus eigenlijk niet zozeer vrij. Ik had meer de intentie dat ik niks meer hoefde te doen. Dus dat zat de hele dag zo een beetje in mijn systeem. Dus op die manier heb ik mezelf ontzettend vastgezet. Ik had ook nergens zin in. Ik had geen inspiratie. Ik
was op mijn co-werkplek. Maar toen, daar zat ik alleen. Toen dacht ik, ja, kan ik net zo goed naar huis gaan. Dus toen ben ik weer naar huis gegaan. En toen was ik thuis en toen eerst een kopje koffie gezet. En toen, heb ik een webinar gekeken. Super interessant, maar ja, dan doe ik eigenlijk nog steeds niks. En dan blijf ik in zo'n modus hangen dat ik niks doe. En mijn remedie om wel wat te gaan doen is te gaan wandelen. Dus dat heb ik vanmiddag ook gedaan. En daarna heb ik nog wel wat gedaan. Maar het is zo'n sabotagemechanisme. En zeker, ik ben ontzettend druk op het moment. En dan juist spelen dit soort dingen op. Want dan ineens heb ik helemaal geen zin om dingen uit te werken. Of lang achter de computer te zitten. Dan vind ik dat irritant. Terwijl ik altijd achter de computer zit. Omdat ik zoveel verschillende facetten doe. Waar de computer gewoon veel bij komt kijken. En dat vind ik nooit erg. Maar op dat soort momenten dan ineens wel. En dat is zo'n raar systeem. En ik probeer dat te doorgronden. Maar dat is toch best echt. Dat is toch best een klus. En ik weet inmiddels wel, nu ik dit weer zo. Ik heb er net voordat ik de podcast op ging nemen. Of aanzetten om op te nemen. Heb ik het voor mezelf ook helder geprobeerd te maken. Van wat gebeurt hier nou eigenlijk? En ik ga straks ook even zelf nog met dit stuk aan de gang om het te transmuteren. In mezelf. Want ik zie het dus ook de hele week al bij cliënten gebeuren. En dat vind ik altijd zo grappig. En dat gewoon een thema is. Dus waarschijnlijk, als je dit luistert, herken je het ook. Misschien niet zozeer op de vlakken dat ik vertel, maar weer op andere vlakken. Want het kan natuurlijk op heel veel verschillende facetten zijn. Dat er gewoon een saboteur in jezelf is om in beweging te komen. En dat je precies weet wat jouw in beweging brengt, maar dat je het niet doet. En ik merk het bijvoorbeeld bij cliënten ook, die krijgen natuurlijk allemaal kruidentincturen en die kruidentincturen die zetten je in beweging. Die zorgen dat er klachten opgelost worden, maar die klachten zitten er niet voor niets, die hebben een reden. En dat zijn eigenlijk de uitingen van die saboteurs. Die kan je natuurlijk in je mind hebben. Op geestelijk vlak van overtuigingen dat je bepaalde dingen niet kan. Of wat ik vandaag had van nou ik ben toch moe dus dat niks gaat lukken. Maar je kan het ook hebben als pijn in je buik, spijsverteringsklachten, menstruatieklachten, nou ja, hoofdpijn. Noem maar op, dat zijn eigenlijk allemaal van die saboteurtjes die je gewoon vasthouden. Wat de kruiden doen, die zetten je zelfgenezend vermogen aan. Want ons lichaam is ontzettend genereus en geniaal. En nou, de wetenschap heeft nog steeds niet ontdekt hoe precies het lichaam werkt. Elke keer worden weer nieuwe dingen ontdekt. Het lichaam is zo fascinerend. En wat kruiden doen is het zelfgenezend vermogen aanzetten. Dus je lichaam eigenlijk een soort van wakker maken om het zelf weer te gaan doen. Dus er komen van allerlei processen in beweging. In beweging, dus ja, dan gaat er ook ergens een keertje waarschijnlijk een saboteur op staan van hey, maar dit wil ik niet, want nu moet ik wat gaan doen. En nu, of nu moet ik, of nou ben ik niet meer aan het roer. En nou ja, je weet vast wel wat er kan gebeuren. En dat gebeurt allemaal in je onderbewust, hè? Daar ben je helemaal niet echt bewust van. Pas van het eindresultaat ben je bewust, maar van al dit soort processen ben je vaak helemaal niet bewust. Of kom je naar een gesprek achter. Of zoals ik na een wandeling. Dat ik dan denk, oh verrek. En of soms weet ik het wel. Maar dan denk ik, nou fuck, daar heb ik ook even geen zin in. Maar wat er vaak gebeurt dan. Als dit soort saboteurs. En laat ik het maar gewoon zo noemen. Om het verhaal makkelijk te houden. Op gaan staan. Die gaan je tegenwerken. Dus dan gaan wat ik bij cliënten bijvoorbeeld zie gebeuren. Die de kruiden nemen. Dat ineens klachten verergeren. Of dat ze denken dat klachten verergeren. Want dan. Het is zo'n. Ja, ik vind het echt geniaal systeem eigenlijk. Want vaak zien we ook alleen maar dingen die niet goed gaan. Dus bijvoorbeeld een cliënt. Als iemand heel veel hoofdpijn heeft. Dan. En die hoofdpijn is nog niet helemaal over. Dan wordt dat ineens heel groot. Maar alle andere klachten.
die er waren, die zijn er niet meer. Maar dat zit ook niet meer in je bewustzijn. Dus je focust je eigenlijk alleen maar op hetgene wat nog niet helemaal goed gaat. Dus dan zegt je mind al snel, het ligt aan de kruiden, of ik neem de kruiden dan nu even als voorbeeld, ik stop er maar mee. Terwijl het eigenlijk juist iets heel moois in beweging brengt, maar omdat je gaat veranderen, en dat natuurlijk ontzettend spannend is, en ook iemand anders, een saboteur die aan het roer stond, dat die ineens van zijn troon gestoten wordt, die gaat natuurlijk in een tegenaanval. En dan ga je dus zo'n dag krijgen als wat ik vandaag had. Dat je nergens zin in hebt. Of dat je denkt, ik stop met alles. Ik heb er geen zin in. En dan kom je weer in zo'n visueuze cirkel. Of kom je weer, klinkt zo zwaar. Maar dan kan je in een visueuze cirkel komen dat het even niet goed gaat. Dan kom je over het algemeen natuurlijk altijd wel weer uit. Maar dat gesprek had ik ook van de week. En dat vind ik echt heel belangrijk om te delen. Ik zeg het volgens mij ook wel vaker, maar ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Van het is heel belangrijk dat we beseffen dat we in een cyclus van seizoenen leven. Dat we in een maandcyclus leven. Dat we in een cyclus van dag en nacht leven. Dus dat is nooit gelijk. Het is nooit volledig nacht, het is nooit volledig dag, het is nooit altijd lente. Dus onze energieschommelingen wisselen ook heel erg. En het is heel goed om te eren dat je ook dagen hebt, zoals die ik vandaag heb. Dat het gewoon even allemaal bleh is. En dan kan je van alles de schuld geven, maar uiteindelijk zit het gewoon in mezelf. En dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat ik ernaar ga kijken, want anders dan blijft die visueuze cirkel elke keer terugkomen. Zoals dat ik het straks ga transmuteren, dan is het uit mijn systeem. In ieder geval dit stukje is uit mijn systeem. En als het niet uit mijn systeem is, dan heb ik het nog niet goed gedaan. Maar het leert ook heel veel. Want het is ook fijn om zo'n dag te hebben. Ook al voelde ik me niet super fijn. Maar dat ik wel mijn lijf de rust kan geven die het nodig heeft. Want blijkbaar als mijn hoofd er niet naar staat om achter de computer te zitten. Dan is er dus blijkbaar, stroomt er iets niet in mijn lichaam. En dan is het wel goed om te kijken van, maar wie zit er nou aan het roer? Vandaag was dat toch wel echt een saboteur. En ik zie ook in hoeverre ik het zelf, ik heb natuurlijk altijd volledig zelf gecreëerd. Ik zie ook hoe ik dat heb gedaan. Dus dat stuk kan ik veranderen. Maar het is wel van belang dat daar dan een bewustzijn op is. En dat vind ik echt zo tof. Om te werken met de elementen uit de natuur. Omdat dat zo'n grote leermeester is. Net zoals signs van dieren of signalen. Weet je, ik zie nu ook met wandelen constant libelles. Rode libelles. Echt prachtig. En van de week wandelde ik. Was volgens mij eergisteren. En toen stonden er twee reigers op een stuk grasveld. En die bleven echt zo. Ik was redelijk aan het doorjakkeren. Ik was niet echt relaxed aan het wandelen. Maar ik zat nog redelijk in de stress. Dus ik was redelijk aan het doorjakkeren. En toen die reigers. Eentje stond stil. En die ander die liep echt heel rustig. En ineens voelde ik echt zo. Dat hij tegen me zei. Doe maar wat rustiger aan. Loop maar in mijn ritme. Nou, dat was echt tergend traag. Maar ik kon daardoor echt zakken gewoon in mezelf weer letterlijk. En dat was zo mooi. En ja, dat zijn van die kleine cadeautjes en van die signalen die je gewoon, als je meer in verbinding met de natuur gaat leven, dat je die gaat zien en gaat luisteren. Want misschien de eerste keer vallen je alleen de reigers op. En de tweede keer blijf je staan om te kijken hoe ze eruit zien. En na een paar keer dan voel je gewoon die connectie met ze. En dan kan je met ze communiceren. En dan misschien de eerste keren dat je dan nog denkt, dat zal ik wel verzonnen hebben. Maar op een gegeven moment
ga je er gewoon veel meer vertrouwen in krijgen. Of met planten, dat ook. Je, nu zie ik ook heel veel reuzenbalsemien. En dat is, dat zijn van die plantjes. Ze hebben een beetje een orchidee knopje. Ze staan ook heel veel in het bos. En die kan je zo, vroeger kon je die, of ja, dat kan je nog steeds, maar als vroeger als kind deden dat zo knijpen en dan popte er wat uit, schoot er wat uit. En ik vind het echt een prachtige plant, en, of bloem eigenlijk. En het is ook een bachbloesem, impatience, en die staat echt voor irritatie en ongeduld en een beetje meer de bozigheid. Dus nou, dat is ook wel een beetje... Ja, die leverenergie waar ik op het moment in zit. Dus dat is ook weer grappig dat ik die dan heel veel zie. Dus dat zijn echt allemaal van die signalen. Die je kan dat met dieren natuurlijk, maar ook met planten. En ja, met tekens in de lucht. Het is zo mooi als je daarnaar je blik daarnaar kan richten. Als je het ook echt kan zien en kan voelen. Ja, en dat is zo'n toffe reis die alsmaar doorgaat. Die gewoon steeds dieper gaat. Steeds meer in die verbinding. En in dat vertrouwen vooral in jezelf zakt. Dus dat ja, is echt, echt heel mooi. En dat wat ik vooral echt heel grappig en leuk vind, is dat ik dan altijd dit soort... lessen zelf heb. En dan, nou, van de week had ik ook mijn vrouwencirkel. Daar was ook een thema. Ik wil er eigenlijk niks over vertellen. Ik ga toch iets vertellen. Ik ben een nieuw programma bezig. Het gaat een membership worden. Over leven met de natuur. Over leven met het medicijnwiel. Leven met de cyclus van de natuur. En dat ik je daar echt in ga meenemen. Hoe ik dat ga doen. Je kunt je inschrijven voor de masterclass trouwens van maandag 30 september. Want daarin ga ik je er echt alles over vertellen. Ik zal de link even in de beschrijving zetten. Het was niet de bedoeling trouwens, want ik wilde dit eigenlijk ruim houden. Maar dat is echt mijn leerschool om dingen voor mezelf te houden. Dus ik ga er ook niet veel meer over vertellen. Maar daar ga ik een heel tof, laagdrempelig programma voor maken. Omdat ik deze vraag... echt het meeste krijg. Dus ik ga je gewoon meenemen in hoe je dat kan doen. En maar ik vind het zo tof dat ik daarmee bezig ben met het ontwikkelen ervan. En dat gewoon de lessen op mijn pad komen. En ja, dat is gewoon magie. Dat is echt pure magie. En ik had laatst ook op Facebook, een paar weken geleden al, een post gezet van of je elke dag om een wonder vraagt. En toen kreeg ik ook een reactie eronder van, moet dat dan? Want het leven is al een wonder. En daar stond heel veel moed in. Of tenminste, dat viel mij op. En toen dacht ik, het moet niet. Maar als je het gaat zien, dan is het leven echt een wonder. Alleen vaak zitten we zo veel meer in ons hoofd. En dat je niet meer de mooie dingen van het leven ziet. Of die mooie signalen. Of dan... Nou ja, wat ik zei met die reiger, dat hij of zij mij even hielp om echt te zakken in mijn lijf. Ja, dat zijn gewoon, dat zijn echt de wonderen voor mij. En dat maakt het gewoon zo fijn, het leven hier. En zo om in die hele seizoenen te leven en gewoon die hele cyclus van de aarde. Dus dat, en die saboteur, om daar weer op terug te komen waar ik mee begon, die draagt er ook aan bij. Die helpt dat ook te zien en die helpt je gewoon om nog weer een bewuste keuze te maken om een tandje dieper te zakken. En met die saboteur kan je echt wel dealen, want die heeft gewoon veel te veel ruimte gekregen en die heeft ook heel veel goede dingen gedaan. Die zit daar niet voor niets. Maar het is ook de tijd om die saboteur wat meer naar achteren te brengen. En fijne energie op de voorgrond te zetten. Zodat je verder kan groeien. En verder in jezelf kan zakken.
Ja, dus dat is eigenlijk, zie je dat ik al 20 minuten aan het kletsen ben. Voor mijn gevoel is het 5 minuten. Maar geen idee eigenlijk wat ik allemaal verteld heb. Dat is altijd zo grappig. Dat, ik luister ook nooit mijn podcast terug. Zou ik het misschien eens een keertje moeten doen. Voor mijn eigen wijsheid weer te horen. En dus dan krijg ik vaak van jullie reacties. En dan denk ik, oh, heb ik dat gezegd? Echt waar? Oh. En dus nou ja, nu ook al ben 20 minuten bezig met praten. En over saboteurs en reigers. Nou, ik vind het echt heerlijk, deze podcast. Dus mijn nieuw programma gaat ook vooral op basis van podcast zijn, zodat dat lekker luisterbaar is. En met meditaties. En nou, ik ga er niks meer over zeggen. Ik heb al veel te veel gezegd. Dat gaat super tof worden. Dus schrijf je in voor 30 september. Maandag. Nu maandag over een week. Voor mij dan. Maar ik weet niet wanneer ik deze ga verplaatsen. Dus dat zal in 21 zijn. Maar goed, nou, maandag over een week. 30 september. Schrijf je lekker in. Het wordt magisch. En tof. En ik ga lekker genieten van mijn kop thee in de avond. En ik wens jou ook een hele fijne avond of dag of middag. Wanneer je dit ook hoort. En ik spreek je de volgende keer weer. Aho!